Je kent ze vast wel, die banners bij grote evenementen, om jou te informeren wat er allemaal te doen is. Maar wat gebeurt er nou uiteindelijk met die banners na afloop van dat grote evenement? We zijn hier in Nijmegen bij de Lindenberg en daar weten ze eigenlijk wel raad met de banners na afloop. Want daar kunnen ze hele leuke bijzondere dingetjes van maken. Deze week hebben ze bijzonder materiaal in handen gekregen. En wij gaan eens kijken wat dat precies is. Hey, goedemiddag. Hallo. Daar zijn we dan. Hi, alles hi, goed? Mirai. Peter, aangenaam. We staan hier bij de Lindenberg, het atelier Meer. Ja. Van alles te beleven hier. In Nijmegen ben je heel erg bekend volgens mij. Redelijk bekend, ja. Want, ja. Vertel eens, het atelier Meer. Atelier Meer is een atelier waar mensen werken met een afstand tot de arbeidsmarkt. En die hebben hier een dagbesteding. Die komen lekker in een rustige werkplek leuke creatieve producten maken. We werken met oude banners. En banners die worden veel gebruikt voor festivals. Ja, voor degenen die het niet weten, wat zijn banners? Ja, dat is van dat plastic spul wat altijd in de stad hangt. Of bij een festival staat soms een programma op. Of er is een aankondiging op. Meestal is het met datum. Ja, en na het festival. Een Giro die vorig jaar is geweest. Precies. Een fietsvierdaagse of een avondvierdaagse. Ja, dat soort dingen. Ja. En na het festival wordt het weggegooid. Want dan staat er een datum op. Ja. Kunnen ze niks meer mee. En wij hergebruiken die. Wij maken daar tassen van, shoppers. Okay. Portemonneetjes, opbergers, nou, van alles. Ja. Schorten, slabbertjes. Okay, ja, ik zie je. We staan hier in een heel mooi klein winkeltje. We staan in ons winkeltje, ja. En er wordt echt van alles gemaakt. Ja. En het zijn banners met name uit de omgeving van Nijmegen. Ja, want veel Nijmegense festivals. Jullie zijn bekend natuurlijk hier in de omgeving. Ja. Ja. Ik zie echt een hele rek vol met tassen staan. Ja, dat klopt. Noem nou eens een aantal bekende tassen, zeg maar. De Giro hebben we misschien gehad. Ja, de Giro zou ik zo... Dit is van de Music Meeting. Oké. Okay. Die herken je misschien nog Park Brakkestein in terug. Maar wel ook een hele mooie platte grond. Ja, ja. En daar is dan één exemplaar. Dat is één exemplaar, in ieder geval die er precies zo uitziet. Ja. Zo'n platte grond is groter, dus zouden meer tassen uit kunnen. Alleen ja, ieder stukje is natuurlijk net weer wat anders. Ja, en dus deze zijn komt wel op de webshop tassen. Te staan. Deze staat op de webshop, ja. En deze tas is gemaakt van een banner van de Fietsvierdaagse. Okay, ja, er staat een stukje van de Waalbrug op. Ja. En er staat ook, als je rond leest, als je het overmaakt, staat er nog Nijmegen. Begin van de tekst. De letters zijn natuurlijk vaak heel groot. En wat me opvalt, het is best wel stevig. Ja, het is heel stevig. Ja. Ja. Het is niet zomaar dat je denkt van je koopt een slappe tas natuurlijk. Het is waterdicht en het is een stevige tas. En we maken aan de binnenkant ook altijd nog een tasje erin. Een soort etuietje. Waar je dan weer je portemonnee of je telefoon of zo. Er is over nagedacht. Ja, en dan maken we eigenlijk van alles. Ook bijvoorbeeld fietstassen. Deze is toevallig net besteld. Oh, ja, deze komt van de Ronde van Nijmegen van vorig jaar. Er staat dan een grote N op. Dit zijn bijvoorbeeld opbergers. Ik zie hier natuurlijk een wc-rolhouder. Ja. Dat is handig. Die zijn ook leuk. Ja, want vaak heb je natuurlijk zo'n ding in de wc staan. En dan denk je, zo'n pook met al een rolletje erin. Ja. Dat is toch veel mooier? Ja, vind echt ik ook. Echt ideaal. En nu hebben we ook de dames gevoetbald. Hè? De dames... De Leeuwinnen. Ja, die zijn kampioens geworden natuurlijk. Hè? Ja. Onze Nederlandse dames. En ook die banners zijn hier terechtgekomen. Ja. Want hoe gaat dat dan in zijn werk? Nou, dat komt doordat... Ze in Nijmegen terecht? Ja, precies. Ja. Dat is een goede vraag. Er was iemand die vorig jaar bij mij een tas heeft gekocht van de Giro. En die was vrijwilliger bij het EK. En die had zoiets van, hé, dat materiaal, dat is leuk. Ja. Dat is wel iets voor Atelier Meer. Dus die heeft gezorgd dat wij uit Enschede de banners kregen. En uit Breda uiteindelijk heb ik ook nog banners opgehaald. En zijn dat veel banners geweest? Ja, nou best wel wat. Want het zijn hele grote. Ja, sommige zijn heel groot en sommige zijn zeg maar zo hoog. En dan is het een rol. Okay. Een hele lange rol, die hebben langs de tribunes gehangen. Van een metertje 5, 6, 7? Nee, langer nog wel, denk ik. Ja. Oh, daar kun je flink wat, wat tassen van maken, hè? Ja, daar kun je flink wat van maken. Leuk. Ja. Okay. En sommige zijn inderdaad zo groot dat het hele plein van de Lindenberg een beetje vol lag. Om te kijken, wat staat er eigenlijk op? Ja. En daar knippen wij leuke dingen van. Er zijn ook wel eens mensen die bijvoorbeeld iets bijzonders bestellen bij je. Ik kan me voorstellen dat mensen zeggen van, kun je dat voor mij maken? Ja. Okay. Vorig jaar heb ik voor de KI2 piano hoezen gemaakt. Dat was het grootste item wat ik heb gemaakt. Oh, dat is wel heel bijzonder. Ja, dat is want heel leuk. Dan heb je wel iets heel unieks. Ja. Dat vind je nergens terug. En voor hun was het ideaal, want hun piano staat natuurlijk de hele zomer buiten. Ja. En die werden nu beschermd door regen, tegen de regen en zo. Want het is natuurlijk watervast of waterdicht. Ja, 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 ja. Ja. Hey, ik wil graag eens kijken wat ze aan het doen zijn. Loop mee. Ik hoor al een hamer. Ja. Dat is al heel goed. Is al iemand een drukker aan het inslaan? Nou, we komen hier binnen in de hal. Ik zie dat de druk aan het schoonmaken zijn hier. Ja. Want dit zijn dus de bekende
banners die hier liggen van voetbal? Ja, dit zijn allemaal al tassen die ik heb voorgeknipt. Okay. Want ik ben het hele weekend al aan het knippen geweest natuurlijk. Het was even, je komt bijna, even overwerken. Je komt bijna niet meer thuis. Nee, bijna niet meer. Nee. Weekend druk. Alles helemaal mooie maten al. Ja, en dus, dan zijn ze hier aan het druk aan het poetsen. Ja, want die banners zijn niet schoon als ze binnenkomen. Ja, nee, die worden buiten vaak gehangen. Hè. Dus dan is het even. De ene banner is wat schoner dan de ander. Maar over het algemeen moeten ze wel goed gepoetst worden. Overal heb je echt mensen voor. Zo meteen gaan we eens even kijken daar, hè, bij de naaimachines. Maar jonge dame, jij bent ook lekker druk bezig hier, zie ik. Ja. Is veel werk? Ligt eraan. Nou, die ligt er heel veel, maar soms ligt er ook heel weinig. Dan ben je zo klaar. Dat zijn ze ook vaak heel smerig. Maar deze is schoon, zie ik. Maar daar liggen dan de smerige. Zie ik dat goed? Deze smerig, ja. Ja, die is smerig. Die is ook getekend, zo te zien. Oké. Okay. Ja. En hoe vind je het hier in de Lindenweg in Nijmegen? Ja, ik vind het erg leuk om hier te werken. Ja. Ben je al lang actief? Een halfjaartje. Een halfjaartje? Ja. Oké. Okay. En leuke collega's allemaal? Heel leuke collega's. Ja? Leuke werkgever. Ja. Ja. Dat is ook belangrijk. Dat moet je nou wel zeggen, ze staat er. Hey Rut, jij maakt ook schoon natuurlijk. Ja. Je hebt hier ook het naaigedeelte natuurlijk, hè? Ja, dat is een leuk gedeelte. Dames, doe dat allemaal? Hi. Wordt hard gewerkt hier, zie ik. Hey, wat gebeurt hier? Waar staan we hier? Hier gaan we allerlei dingen maken. Ook patroon uitknippen van de dingen voordat het schoongemaakt wordt. Dat gebeurt ook hier? Ja, dat wordt hier aan deze tafel gedaan. Ja. Maar waar is jouw plekje? Ik zit erachter. Oh, nou dan gaan we eens even kijken bij al jouw collega's wat ze aan doen zijn. Zo, goedemiddag dames. Lekker bezig. Lekker druk, goed zo. Hey, jij zit hier op deze plek? Ja, ik zit hier, ja. Oké. Okay. Hey Rut, je bent echt van alle markten thuis, hè? Ja. Eerst schoonmaken voor bij de doek. Ja. En nu weer met een naaimachine. Wat ben je nu aan het maken? Ik ben nou een shopper aan het maken. Hang daar ook nog zo eentje. Ik ben zo eentje aan het maken. Oh, dat is ook een hele mooie, ja. Oké. Okay. En wat vind je nou het leukste om te doen? Het schoonmaken of het knippen of het met de naaimachine bezig zijn? Nou, het schoonmaken is niet altijd leuk. Nee, maar dat lijkt me eigenlijk vervelend. Achter de naaimachine en knippen vind ik wel leuk. Ja. Nou, ik zou zeggen, ga een stukje verder met je werk. Ik wil wel eens zien hoe jij dat doet. Uiteindelijk als die dames zo druk zijn geweest, hè, schoonmaken, hier binnen, is dit het resultaat? Ja, dit zijn alle prototypes van de EK-spullen die we hebben gekregen. En die staan nu op de webshop. Fietstassen, opbergers, sporttassen. Ja, bijzonder mooi. Mensen zijn geïnteresseerd geraakt die dit nou allemaal hebben gezien. Ja. Waar kunnen ze het allemaal terugvinden? www.ateliermeer.nl. Makkelijk, eenvoudig. Ja. Nou, ik hoop dat het nog meer verkoop op zal leveren hier. Ja, ik ook. Ik vond het heel bijzonder om dit allemaal te mogen zien. Ja, en mochten er nog mensen zijn die een dagbestedingsplek zoeken. Kijk. Want wij kunnen wel wat handjes gebruiken. Ja, dat kan ik me voorstellen. Zeker in deze hoeveelheden. Wat je nu hebt. Altijd op de hoogte van de leukste activiteiten in Nijmegen? Like ons op Facebook via facebook.com/bezoeknijmegen.